Hallo mensen van Banjentown, mijn naam is Vincent en welkom bij deze Vraagje Vrijdag, maar het is eigenlijk een heel speciale aflevering. Het is bijna het eind van het jaar en daarom heb ik een compilatie gemaakt uit de Vraagje Vrijdagen. Ik wil sowieso iedereen bedanken die op Banjentown geabonneerd is en jullie trouwe kijkers zijn gewoon geweldig en ik vind het zo super om voor jullie video's te maken. Dat mag gezegd worden een keer. Dat mag gewoon eens. Dus mensen, geniet van deze leuke, enthousiaste, lieve, niet kwaadaardige, grote, zachte, knuffelaardig, maar liefbaar montage. Het beste van Vraagje Vrijdag. En mensen, nogmaals, een heel fijn en gezond 2013. Nee, 14. Ja, 14. Doei! Oké, de eerste vraag is van Simone Kaal. Wel, Elton, heel snel tussendoor. Het is me opgevallen dat jij hier geschoren bent. Dit stukje, maar hier niet. Wij hebben een stukje hier zo heel leuk. Ja, nou en. Kijk daar, Louis van Gaal, de Nederlandse bondscoach. Met die rapeface bij dat meisje. Oh, kut, ik krijg het net niet goed in beeld. Oh, arme jongen. Nou, dan doe ik het wel na. Ja, dat, die kop inderdaad. Wij dachten bij onszelf, wat doet geen enkel ander kanaal? Pijpen. Nou, die gaat niemand... Ik zit in het park, ik heb vragen in mijn broekzak. Ik zit hier maar te wachten, dit is fucking kut. Hallo. En welkom bij een nieuwe Vraagje Vrijdag. Je moet wel denken, die beachparty is wel 16 plus. En dan hebben mensen bikinis aan, dan heb je borsten. Zitten dan in die bikinis verhuld. Dat is alweer fijn. En je hebt ook mensen zoals Bardo met bikinis. Bardo, zou je mij advies willen geven over vloggen? Wat is jouw advies over vloggen? Hou een camera voor je snuffert en praat, Kreen. Woe! 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 Ja, even normaal doen jij. Nou, ik heb soms wel eens zo'n gevoel dat ik word wakker met een kleffe bek, jongen, dat je in een gat verf. Ja. Jij? Nee. Niet. Nee, jij poetst je tanden als eerste, dus dit is iets met je mond. Oh ja. Er is een reden, waarom poet jij je tanden als eerst? Het schoon is fris. En wit. Nou, en ik begin met een goede powerfab. Volgens mij, en de mooie is, hij heet ook Joepie Doodle. Dat je, het is zo'n vrolijke naam, dan komen we met dit soort antwoorden aan. Ja, even normaal doen jij. Fucking sexy. Fucking sexy. Hoe ben je in godsnaam opgekomen om een van je intro's bloot te gaan? Zo gedaan, dan ging ik een Harlem Shake doen, weet je nog? Die was tenminste niet geflekt. Hey, die hoorde van YouTube afgehaald te worden hoor, niet mijn video. Ik heb niks verkeerd gedaan. Ik had alles mooi gecensureerd. Rick heeft alles verkeerd gedaan. Ja, even normaal doen jij. Kom, we breken deze Vraagje Vrijdag voor een special. Want er zijn wat mensen aan het dansen. En ik weet mijn god niet. Wat zijn ze nu gestopt? Zijn ze nu gestopt? Kom. Zijn ze aan het dansen? Zijn ze aan het dansen? Ze zijn aan het dansen. Het zijn kleine kinderen, zo te zien. Ik weet niet hoe oud ze zijn, maar... Sowieso, die jongen die erbij staat is homo. Dat kan gewoon niet anders. Dat is... Ik ben awesome. Homo. Ik zit in het park. Ik heb vragen in mijn broekzak. Wat ben je nou ook alweer aan het doen? Wat ben je allemaal aan het doen? Stop daar eens mee, irritant. We zijn aan het opnemen. Dus? Dat is geen ratslag. Ja, dat is geen ratslag. Ja, ja. Dat is geen ratslag. Oh, dat zijn koppelen. Oh, dat gaat weer terug. Oh, ik was mijn broek. En nu, waar ben jij bang voor? Dat ik mensen per ongeluk bezwanger in mijn slaap. Ik ga over naar Huba Buba Farm. Huba Buba Farm stelt de volgende vraag. Stel je ligt in een bed, links van je ligt een homo en rechts van je ligt een lekker wijf en jij ligt in het midden. Hoe zou je gaan liggen? Op mijn rug. Nee. Nee. Bij wie zou je je kont keren? Ja, maar kijk, als je kont keert naar het lekkere wijf, gebeurt er niks. Want zij kan niks insteken. Als jij met je kont dus naar die gay gaat, kan je en in dat wijf. Ja, want als die homo omdraait en die gaat... Dan lig je in één keer, word je wakker zo. Wat een boutvragen zijn dit. Wat dan?